Nikki, want de nieuwe partij Splinter komt vandaag met een ranglijst over Kamerleden. Ja, wie heeft de meeste moties ingediend en wie is het vaakst aanwezig bij debatten? Het is vanaf vandaag allemaal te zien in de Splinter-index. En daarmee wil die partijen, nieuwe partijen die de Kamer in wil, laten zien wie er naast de lijsttrekkers van de partijen, die bij veel mensen toch wel bekend zijn, nog meer allemaal hardwerkende Kamerleden zijn. Juist die Kamerleden die weinig in de media zijn, daarvan kun je echt zien dat zijn werkpaarden. En dat wil ik inzichtelijk maken voor henzelf, maar ook voor de mensen in het land, zodat ze een goede keuze kunnen maken. Wat het meest opvallend is, vond ik, aan deze index, is dat de drie Kamerleden van de SGP zijn alle drie bovenaan. En dat geeft aan dat zij hun fractie heel goed georganiseerd hebben, zowel de beleidsmedewerkers als de Kamerleden. En daaraan zie je dat het een fractie is die lang in de Kamer zit. Dus wat dat betreft is dat ook een pleidooi om het grote verloop in de Kamer een halt toe te roepen. Ja, veel moties indienen. Is dat nou iets positiefs? Nou, het hangt er vanaf. Hangt van de kwaliteit van de motie af, eerlijk gezegd. Uiteindelijk, ik denk dat de SGP een goed voorbeeld is. Het gaat om de kwaliteit, het gaat om de zorgvuldigheid. En uiteindelijk wil je een verandering teweeg brengen. Mensen gaan de politiek in om iets te verbeteren, te veranderen. En moties zijn een middel daartoe. Maar ik zou alleen het volume niet als een maatstaf nemen. Want het is net zoiets als heel veel pagina's op een examen schrijven. Maar je moet wel het goede antwoord geven. Als je antwoord fout is, kan je 10 pagina's volschrijven. Maar het slaat nergens op. Dus ik denk dat een beetje meer nuance zal er vast in een overzichtje zijn. Handig is voor de kiezer. Nikki, er komt binnen afzienbare tijd een eind aan de OV-chipkaart. Ja.